goed nieuws. Ja, goed. Heel goed nieuws. Echt goed nieuws van die jonge Seuntjes. Ja. Dat hij weer schoonverklaard is. Hij had lymfeklierkanker. Ja. Dat had die kleine van mij ook. En dat gaat gepaard met bestralingen en chemo's. Ja, en ik had hem in december nog gesproken. En toen zag het er niet goed uit, zei hij. Hij zou dan in januari een nieuwe uitslag krijgen. Bij die kleine van mij zat het zo, hè? Ja. En dan zit het, als het eronder zit, dan ben je echt aap gelogeerd. Ja. En die kleine van mij hebben ook 14 chemo's en iets van in de 30 bestralingen. En dan heb je nog 5 jaar dat je ieder half jaar terug moet. Dus dan is het toch altijd wel een beetje angstig. Maar het was wel gelijk toen die kleine van mij het had, dat Casper zei, we zijn in Nederland wel heel, heel ver met lymfeklierkanker. Hij zegt, als je het al hebt, kan je het beste hier hebben. Ja. Nee. Dus hij is schoonverklaard. Het is mooi, man. Ik had hem net even op. Hij zat in zijn rats, hè? Nou ja, in december had hij dus een tussenoordeel gekregen. Toen was het niet goed. Nee. En toen zei hij, ik hoop in januari het beste. Maar dat leek het toen even helemaal niet mooi, op. Daarom is het jongen. Zo bijzonder dat het nu zo goed die is. Jonge gozer. Ja, in de kracht van zijn leven. Leuke speler ook. Ja. Wie weet dat hij binnenkort een keertje langskomt. Het zou hartstikke mooi zijn allemaal natuurlijk.